Ik ben Douwe Amels, ik ben hoogspringer en mijn persoonlijk record is 2 meter 31. De moeilijkheid van hoogspringen is wat mij betreft dat het een onderdeel is wat voor mijn gevoel altijd een uitdaging in zitten van oké, hoe zorg je er de nieuwe dag weer voor dat iets wat je toch best goed kan zo insteekt dat er uitkomt wat je nodig hebt om over de lat te gaan of in de wedstrijd goed te springen. Het feit dat het eigenlijk altijd een beetje verandert, dat maakt het lastig. Als het iets is wat je een soort van aan kan leren en dan heb je het opgelost en dan hoef je het daarna alleen nog maar te doen, zeg maar, dan denk ik dat ik er wel vrij snel klaar mee was geweest. En juist het feit dat er altijd iets nieuws te leren is, of over het hoogspringen of over jezelf, zeg maar, ik denk dat dat zorgt dat ik het nog steeds leuk vind om te doen en dat ik er nog steeds het gevoel heb van oké, en wat is dan nu de volgende stap en waar kunnen we dan nog iets beter of nog iets meer of nog iets anders of waar zit nog rek in? Na het indoor seizoen wat heel goed was gegaan, waar ik Europees kampioen word, dat dan er toch dingen in ieder geval bij mij een soort van veranderen en dat er dingen zich anders aanvoelen misschien en dat je in wedstrijden je net anders gaat gedragen dan dat je daarvoor deed en dat je dan aan dezelfde knopjes blijft draaien of je besluit opeens misschien moet ik toch aan dit knopje draaien, dan gebeuren er opeens andere dingen dan wat je daarvoor aan het doen. Toen ik 22 was, sprong ik al 2,28. Kan ik dat nog steeds wel? Ja, die twijfel die zit er soms wel in, maar er zijn toch ook altijd wel weer momenten gekomen dat je dan, of in de training of in een wedstrijd, dat er iets gebeurt, dat je merkt dat je op een bepaalde weg zit, dat je denkt, als we dit zo door kunnen trekken, dan moet er toch meer mogelijk zijn. Ja, naarmate de wedstrijd vordert en de hoogtes hoger worden, dan wordt het ook moeilijker om je beste sprongen af te leveren. Ja, de druk neemt toe en je wil meer en het wordt spannend. Dat is precies de kern van het hoogspringen, dat als het spannend wordt en het er echt om begint te gaan, dat je dan in staat bent om je beste sprongen af te leveren. Maar het is dan juist de kunst om te vertrouwen op wat je aan het doen was, want op het moment dat je op de volgende hoogte komt, dat betekent het vaak dat je de vorige hoogte gehaald hebt, dus dat je op zich iets goeds aan het doen bent, zeg maar. Dus daarop vertrouwen en dan het feit dat de lat een stukje omhoog gaat, dat de wedstrijd een stukje vordert, dat daar automatisch dan een stukje van dat je zo graag wil er al wel in door zijn. Maar in het hoogspringen is het wel zo, denk ik, dat als je te veel wil en dat te veel in je sprong doorlaat sijpelen, dat je dan er tegenaan loopt dat je bewegingen niet vloeiend meer worden en dat je dus de lat uit gaat gooien. Maar ik kom nu ook op het punt dat ik gewoon niet keer wat ik hier doe en dat ik gewoon er naartoe loop en dat ik wel weet van ik los het wel op hun manier op. Ik zou het mooi vinden als het me lukt om op een gezonde manier, zeg maar, dit zomerseizoen, wat natuurlijk een heel belangrijk zomerseizoen is, om me daar volledig in te storten, zeg maar, dus dat ik daar alles geef, zonder dat ik daarbij het gevoel heb dat ik mezelf verlies of zo, zeg maar. Dus dat ik
Dat ik dat gewoon, dat ik me wel volledig geef, maar dat uiteindelijk wat daar dan uitkomt, dat ik daar oké mee ben. Dus of dat nou heel goed is of heel slecht of iets ertussenin. Dat het gewoon oké is en dat als 2025 komt, dat ik dan terugkijk op een jaar dat ik denk, nou, leuk jaar gehad, veel meegemaakt, goede dingen, slechte dingen. Maar ja, nu gaan we gewoon 2025 in weer een nieuw